Hallo, dit zijn de kaartjes voor de leeuw, voor juni. Welkom. We zullen zo gaan beginnen. Dit zijn de Angel Wisdom kaartjes. Dus voor juni, voor de leeuw. Eens even kijken voor jullie, lieve leeuwen. Eerste kaartje. Oké, nou, dat is mooi. Eerste kaartje is kracht. Wordt dat met de leeuw uitgebeeld, hè? En dat kan dan ook Engel Ariël zijn voor kracht en moed, hè? Die geeft jou dat ook. Persoonlijke kracht en assertiviteit. Maar met kindness, hè? Dus met aardigheid, met positief lief zijn voor een ander. Compassie, en die brengt weer vergeving. En weet dat je sterker bent, krachtiger dan dat je zelf bent. Ja, want dan ligt hier, je hebt hier twee ridders. En ridders, ja, die gaan ervoor, hè? Die willen wat leren. Ja, daar heb je weer die compassie, hè? Compassie, charismatisch, gegrond. En een tijd van veel succes, financiële zekerheid en voorspoed. Alles wordt mooier. En een goed persoon voor wie je kan werken, maar... Ja, die ridder, ja, deze die is wat... Oh, wacht even. Het is helemaal geen ridder. Ik zag dat het een ridder was, maar het is een koning. En het is de koning van pentagrammen. En de koning van pentagrammen is een rijk persoon. Die heeft gewoon echt heel veel succes in het financiële ook. Ja, alles met je huis, alles komt goed daarbij. Hè? Dus, sorry, ik zat even twee letters te veranderen. Want hier heb ik de ridder van bekers. En de ridder van bekers is romantisch, flirterig. Falling in love, of being swept off your feet. Een plotselinge liefdesaffaire of balans in een relatie. Liefde voor kunst en poetry. Dus dat is gedichten en dat soort dingen. Maar hij gaat er ook voor, hè? Dus being swept op your feet, ja. Het gaat... gewoon opeens gebeuren, zonder dat het allemaal, zonder dat je het allemaal weet. Maar het kan dus ook zijn van, dat de balans, dat er niet helemaal een balans is in een relatie. Of situaties, dat, wat echt iets aan je hart gaat. Nou, we gaan het even verduidelijken voor jullie. Koning van pentagrammen. Voor de leeuw, wie wil even duidelijken? Van jullie al? Oké. Het is van de Gilded Tarot. Voor de leeuw of voor juni. Oké, nou, we hebben eerst de Ace van Zwaarden, dus Zwaarden 1, de Aas. En
dat is altijd, er komt iets nieuws op je pad. En daar heb je alle kracht voor nodig. En je zal zien dat dat nieuw voor je is, dat je beseft dat je zo krachtig bent. Die koning die heeft soms ook wel eens wat weerstand, hè? Want dit is de vijf van zwaarden. En dat is misschien dat je, ja, dat je dingen meeneemt, maar dat er misschien ook wel iets van ruzie is of zo. Hè? Dus dat het niet allemaal mensen eerlijk zijn. En jij wil voor jezelf opkomen. Jij wil eerlijk zijn naar elkaar. Maar de vijf van staven is ruzie en de vijf van zwaarden. Ja, dat is meer. Wees bereid om te strijden voor je idealen en hou vast aan je mening. Dus, maar dat weet die koning eigenlijk wel, hoor. Maar laat je dus niet van het pad aflopen. Want jij wil altijd dat alles in balans is en dat alles eerlijk gebeurt. Hè, de justice. Dus, nou, zorg dan ook dat jij in balans bent. Oh ja, die aas van zwaarden is... aas van zwaarden, dat is dus het begin bij die kracht. Menselijk onderscheidingsvermogen, doortastendheid. Heft in eigen hand nemen, nou dat ligt hier eigenlijk ook al. Hè? Een onverwachte gebeurtenis of schrik, nou dat ligt ook al bij die andere. Aankondiging van vrede na geleverde strijd. Nou, vrede en kracht, ja, dat past wel bij elkaar. Hè? Oké. Nou, lieve leeuwen, ik wens je een hele mooie maand toe, vol liefde en licht. Dag.